Ik ben in 2012 begonnen met iPads. En zo ben ik eigenlijk in het leerlab arrangeren van digitale content beland. Waardoor ik lesmateriaal kon gaan ontwikkelen. En daar heb ik een leesproject ontwikkeld, een Readbox project. En het is eigenlijk een leesproject waarbij leerlingen keuzes hebben. Dus ze kiezen zelf een boek en gaan dan vervolgens aan de slag met een verwerkingsopdracht. All right, ladies and gentlemen, please be quiet. Let's get started. De resultaten van dit leerlab is natuurlijk ongelooflijk interessant. Ofwel kun je meetbaar maken dat als leerlingen werken met gedigitaliseerd lesmateriaal of werken met ICT, of dat ook gevolgen heeft voor het rendement, de prestaties of de motivatie. Mijn onderzoekstelling was eigenlijk van, kan ik door mijn Readbox project, het gepersonaliseerd leren, leerlingen meer motiveren voor het vak Engels? Ik ben aan de hand van de onderzoeksvraag naar de site van SchoolInfo gegaan, leerling 2020. En dan ben ik op zoek gegaan naar welke tools zijn er nou eigenlijk beschikbaar. Je kunt gaan kijken bijvoorbeeld van, zijn docenten geïnteresseerd in mijn project? Gaat dat goed lopen bij ons op school? Maar je hebt ook een motivatietool waarbij je kunt meten of leerlingen geïnteresseerd zijn voor gepersonaliseerd leren en voor je vak Engels. En dan scroll je helemaal naar beneden. En vervolgens staat daar motivatietool en die klik je aan. Er worden 16 vragen gesteld en dan heb je 5 antwoordmogelijkheden. En dan kan je aangeven of het bij je past of juist helemaal niet en ertussenin. Zodat de leraar kan zien hoe goed jij gemotiveerd bent en waardoor je gemotiveerd bent. Ik denk dat het wel degelijk van belang is dat leerlingen die motivatietool invullen. Want leerlingen worden zich ten eerste bewuster van hoe ze in een vak zitten, hoe ze naar de les gaan, wat ze aan het doen zijn. Zijn ze daarvoor gemotiveerd? Maar je wilt ook graag weten van, motivatie, levert het hogere punten op? Bijvoorbeeld bij leesvaardigheid. En dat was voor mij ook de reden om aan de slag te gaan met die motivatietool. Ik vond het fijn om de motivatietool in te vullen, want daardoor kan de leraar zien waardoor jij gemotiveerd raakt voor het vak Engels of Readbox project. En niet dat hun zomaar iets doen en je het niet leuk vindt, want dan doe je meestal ook minder je best. En het is ook leuk om dat nu weer terug te lezen. Dat is zeker wat ik ook in gedachten had. Resultaten die ik uit die motivatietool naar voren kreeg waren heel positief. Leerlingen bevestigden eigenlijk het vermoeden wat ik al had. Dus dat ze graag voor het Readbox project aan de slag gingen. Het gebruik van de motivatietool heeft mij zeker geholpen om goed duidelijk antwoord te krijgen, dus te meten en daardoor te weten wat de leerlingen van mijn project vinden en of het werkt in het onderwijs. Als het niet zou werken, zou ik door de motivatietool dat bij kunnen stellen, waardoor het project alleen nog beter wordt afgestemd op de leerling. En daar draait het om ten slotte.